medewerkers Anterion staken voor betere cao. Gerrit Mierlo start zoektocht naar nieuwe burgemeester. En Jean-Paul de Jong kondigt contractverlenging aan bij FC Eindhoven. Een groot deel van de werknemers van het technologiebedrijf Anterion legde vanmorgen 2 uur lang het werk neer. De onderhandelingen met het bestuur over een nieuwe cao zouden namelijk niet volgens het boekje verlopen. Mensen van Anterion willen gewoon een goede cao. Die vinden dat ze daar ook wel recht op hebben, op goede arbeidsvoorwaarden. Want die zijn er nu niet? Nee, vanaf vorig jaar januari zijn we proberen de cao te verlengen. We hebben onderhandeld en zijn er eigenlijk niet uitgekomen. Toen heeft de directie nog geprobeerd om met de ondernemingsraad een dealtje te sluiten. Er kwam een pakket op tafel te liggen waar achteraf van bleek dat dat geen resultaat, maar gewoon een dictaat was. Om tot een oplossing te komen heeft de directie nu een groep werknemers aangewezen die met het bestuur gaan onderhandelen over een nieuwe cao, maar dan wel op hun manier. Zo mogen de vakbonden niet deelnemen aan het gesprek. Want ze hebben nou een eigen commissie samengesteld, of eigenlijk verplicht aangewezen. En daar zijn wij het natuurlijk helemaal niet mee eens. We willen gewoon dat het met de bonden gedaan wordt. Want het is vaak een beetje intimiderend en bedreigend praten van de directie. En we zijn het gewoon spuugzat. We willen gewoon met de bonden samenwerken. En dat de bonden het regelen. Iemand van buitenaf, dan kunnen ze ook niemand aanvallen van binnen het bedrijf. De staking moet zorgen voor een betere cao. Maar volgens het bestuur was de staking helemaal niet nodig. Ze zouden er al lang mee bezig zijn. Wij zijn, zoals ik net zei, de arbeidsvoorwaarden aan het wijzigen, aan het herzien. En dat is niet negatief, dat is juist in positieve zin. Dus ja, dat is precies in feite wat de werknemers willen. Deze week worden die voorstellen met hun besproken. Dus ik vind het ook weer prematuur om nu alweer zeg maar het werk te onderbreken. Dat is heel vervelend, want de mensen die weten dat we deze week met herziende voorstellen komen. Ja, qua timing en qua onderwerpen, ja, nee, ben ik het er dus inderdaad niet mee eens. De staking heeft volgens de FNV geen indruk gemaakt op het bestuur van Anterion. Er is nog niet echt een toenadering van jongens, wij komen jullie tegemoet. Het is nog altijd een herhaling van zetten. Zowel van onze kant als ook van de kant van de directie. Dus we staan wat dat betreft nog niet veel dichter bij elkaar dan van tevoren. En nu? Ja, we zullen als er niets meer anders gebeurt dan wat ik nu gehoord heb, de rest van de week nog een keer een actie van 1 uur of 4 doen. Anterion levert lasers en lenzen aan ASML. Of dat bedrijf problemen gaat ondervinden van de staking bij Anterion is nog niet duidelijk.